En betekent dat veel, weet Quinty Schoens, voor de moraal? Ja, dus super om te zien. Deze ploeg is om Annemiek heen gebouwd. En als je ziet dat ze al voordat de Tourmalet begonnen is, al 2 overwinningen hebben kunnen pakken. Ja, dat is fantastisch. Ja, ongetwijfeld feest vandaag. Deense winnares dus. En Kim heeft meegekeken, want er was veel meer. En natuurlijk was het een prachtige overwinning, maar het ging vandaag ook over andere dingen. Danny Stam werd uit de Tour de France Femme gezet. En dat de dag voordat het gevecht gaat losbarsten tussen Demi Vollering en Annemiek van Vleuten. Maria zocht nog even de wijn, want we weten dat Limburg eigenlijk van oudsher toch de witte wijn heeft vooral. Het kwam door de druiven, maar dat verandert de laatste jaren, weten we, door het klimaat. Maurice Bonnier van Venteur, wat hebben we vandaag? Ja, de dames hebben vandaag gereden in een bekend wijngebied, wat kleiner, Fronton. En daar kennen ze heel goed de Negrent-druif. En dat is een hele intense, zwarte druif. En in Limburg hebben we zo'n Negrent-druif ook. En dat is de Dornvelder, familie van de Pinot Noir. Heel veel Amarene-kersen, geconcentreerd, maar toch toegankelijk. Super. Hoe heet die? Dit is van Domein Overst, hij heet de Dornvelder. Nou, fantastisch. Gaan we dadelijk proeven, jij schenkt in. En we gaan vooruitkijken naar de finale van morgen. En napraten natuurlijk over die ontzettend mooie etappe ook wel vandaag in Tour de la Boule Femme. Salut, inderdaad, bij deze aflevering van Tour de Lembourg Fam, waar we weten wie de bolletjes trui heeft, we weten wie de gele trui heeft. We zijn op zoek naar de punten natuurlijk, dankjewel. De rode wijn, die zien we ook. En Sabrina Stoeltjes, van harte welkom, heel toepasselijk, ook in het groen, voor de punten. Ja, ik zelf ga ik er nooit voor, maar ik dacht een beetje in die kleuren wel blijven. Ja, heel goed gedaan. Vorig jaar reed je de Tour de France Fam, hè? Dit jaar hoorde je op het allerlaatste moment dat je niet kon gaan. Ja, ja, inderdaad. In de Baloise Tour, daarna werd het voor ons beslist. De 6 renners waren bekend. En alleen die laatste plek, dat ging tussen Talita en mij. En uiteindelijk toch voor Talita gekozen. Ja, jammer voor jou. Klein gelukje voor ons, want je kan hier aan tafel aanschuiven. Ja. Superfijn. Dadelijk praten we over de koers. Maar we hebben ook de ontdekker van Demi Vollering aan tafel. Jos van der Mochtel. Mogen we toch zeggen of niet? In ieder geval heb ik in de Thüringer Rundfahrt een keer naar de uitslag gekeken toen ze nog bij de club reed. Bij een club reed en de ploegleider gebeld. Je moet eens contact opnemen met die, want die rijdt harder dan de rensters van onze ploeg omhoog. Dus, ja, had je goed gezien. Ja. Het is een meevaller geweest, ja. Ja, ja, een meevaller inderdaad. Meevallen toen, kleine tegenvallen vandaag. Want de dag stond naast de koers natuurlijk ook in het teken van alle commotie rond die ploeg. SD Works, we weten wat er gebeurde gisteren. Demi Vollering kreeg een tijdstraf van 20 seconden. Was zij het niet eens mee? Was de ploegleider het niet eens mee? Er vielen harde woorden. En toen was het vanochtend wachten op het verdict van de jury. Drukte voor het hotel van SD Works. Er gaan namelijk 's morgens al geruchten dat Danny Stam, de ploegleider, uit koers gezet zou worden. We hebben er gewoon niks van gehoord en het is nu 1,5 uur voor de start. Dus hij heeft een boete van 200 frank gehad en er was verder niks gezegd dat hij een dag niet in de koers zou mogen. Dus ja, daar gaan we niet van uit. En even later komt de UCI bij het hotel en volgt er overleg met het team van SD Works. Ploegleider Danny Stam komt naar buiten, lijkt ontdaan, ligt zijn staf in. En dan blijkt het toch te kloppen. Danny Stam uit de koers gezet. Ze vroeg even of ze me apart konden hebben. En toen werd er gezegd van, ja, je mag niet verder de Tour doen. De hele week niet? Nee, de hele week niet, nee. Heb je gevraagd wat de reden is? Want je bent gisteren ook gestraft en Demi 20 seconden. En je hebt ook nog een geldstrafboete gekregen. Ja, een duidelijke reden heb ik niet gekregen. Het was alleen dat het, ja, hun vonden de actie van gisteren niet, keurden ze niet goed. En ja, dit was nog een extra sanctie. Demi is heel sterk, het team is heel sterk. En ja, we zijn natuurlijk extra getergd. Hè, dat kun je je wel voorstellen. Hè, dus laten we hopen dat dat ook net dat stuk is wat we nodig hebben om hier gewoon uiteindelijk zondag de gele trui te pakken. Inderdaad, de rug rechten, dat is waar Erwin Jans om vraagt. Vandaag was er dan in ieder geval al een etappe om te kunnen warmdraaien voor die grote finale van morgen. We zouden gaan sprinten vandaag, maar het werd anders, hoort u van Jelle Kleine. Van Vleuten op 3, Vollering op 7. Morgen spektakel op weg naar Tourmalet.
Ja, want Van Vleuten is nog altijd met een voorsprong van 12 seconden op Demi Vollering. En dan staat Kim Langenslag en Tom Reijners bij de finish. En dan zoeken ze naar die dames die het morgen gaan laten zien. Die grote iconen uit de wielersport. Zijn ze toch altijd benieuwd naar de sfeer, naar het gevoel bij Annemiek? En dit komt er dan voorbij. Super gaaf! Super gaaf! Ja, super gaaf, super gaaf. Duidelijke woorden dus voor Annemiek van Vleuten. Quinty kent haar goed. Beetje jouw mentor ook, hè. Wat is het gevoel, denk je, bij Annemiek nu? Ja, Annemiek heeft natuurlijk toch wel een druk, want de hele ploeg is om haar heen gebouwd, zoals ik net al zei. En natuurlijk was haar dag morgen de Tourmalet, maar als je ziet dat haar ploeggenoten zo sterk zijn, die eigenlijk het stokje van haar kunnen overnemen volgend jaar, en daardoor de ploeg gewoon supergoed kunnen dragen, ik denk dat dat voor haar ook wel een last is, dat van haar schouders afvalt. Ja, en waarschijnlijk ook wel het feit dat ze niet betrokken was bij die valpartij op het einde. Wat gebeurde daar in die laatste kilometers en wat was dat voor... rare bocht? Ja, het is altijd. De Tour is de Tour niet als we niet discussiëren over aankomsten of veiligheid bij aankomsten. En dit was ook weer zo'n geval. Natuurlijk zie je, het is een rechts-links bocht. Er zit een tramrails in. Gelukkig was dat niet de oorzaak van de valpartij. Maar ja, je ziet met zulke chicanebochten erin dat de meiden wel eens blijven hangen met het stuur. Want het gaat echt stuur tegen stuur. En ja, het is wel jammer. Want volgens mij zat Balsamo zat hierbij. Ik denk niet dat het gevolgen heeft voor de gele van Lotte Kopecky, maar het heeft wel de groep ontregeld en is misschien net genoeg geweest voor Emma om alsnog haar eerste grote overwinning te pakken. Ja, Sabrina Sjozes, je hebt ook gekeken naar die laatste meters en wij dachten eigenlijk allemaal van ja, die twee dames voorop, die worden teruggepakt, maar jij kent ze nog van tijdrijden. Ja, ik dacht eigenlijk ook wel van die worden sowieso wel teruggepakt, maar het zijn wel echt twee heel sterke tijdrijsters. Emma heeft zelf in de sprint eigenlijk ook wel een heel goede kans om hier een goede uitslag te rijden. Maar ja, ik ken er wel van dat ze ook een sterke tijdrit heeft. Dus, ja, en dat blijkt wel hier inderdaad. En ze was er blij mee, dat is mooi. Daarom kunnen we naar Kim Langenslag. Die staat aan de streep in Blagnac. Heeft de renners opgevangen. Kim, ten eerste even over de etappe van vandaag. Praten we dadelijk over alle gevolgen bij SD Works en de implicaties voor de etappe van morgen. Maar hoe was het vandaag aan de streep bij Movistar? Nou ja, wij stonden met z'n allen hier te kijken en wij dachten, nou, dat gaat niet meer lukken. Maar ze werd opgejaagd als een muisje door het peloton. En uiteindelijk ging Norsgaard hier als eerste over de finish. Er was enorme blijdschap. Het is ook wel heel mooi om te zien, want Norsgaard is net terug van een sleutelbeenbreuk. Dus ze komt ontzettend knap terug. Ja, die sprintersploegen, die baalden natuurlijk enorm. Vooral Charlotte Kool, die werd tweede. En ja, zo ziet verlies er dan uit. Maar zo ziet wel echt extreme blijdschap eruit bij Norsgaard. It's the best feeling ever. It's your big victory, your biggest victory, I think, in your career. Yeah, it's like I just said, maybe my personal big breakthrough. And yeah, I hope it's keep coming now. It would be nice. Charlotte, gaat het een beetje? Nou ja, het is een beetje de grootste nachtmerrie ooit, denk ik. Dus ja, ik heb me wel eens beter gevoeld. Jij voelt dat zoals de grootste nachtmerrie ooit? Ja, dat denk ik wel. Als je in de Tour de sprint wint, maar er is iemand vooruit, zo dichtbij, dan het grootste nachtmerrie is, ja. Ja, gelukkig zat ik wel veilig aan de goede kant van de valpartij, als het ware. Dus ik bleef er gelukkig wel veilig. Dus ik hoop dat ik wat tijd teruggepakt heb op sommige rensters daardoor. Want het was een grote effort om van voren te blijven. Ja, Demi Vollering dus. Kool, die wint de ene etappe na de andere dit jaar. Ik geloof 11 overwinningen had ze al geboekt, Jos van der Mortel. Hoe kan het, na die dominantie bijvoorbeeld in de Baloise Tour, dat ze hier toch tekort komt iedere keer, dat ze er niet bij komt? Ja, ik heb het net ook al een beetje gezegd. Ik denk dat ze nu echt, omdat Lorena uit de Tour is, Lotte Kopecky die rijdt net wat harder in de achtervolging. Dat hebben we gezien, de etappe die Lorena won. Dan de anderen. En daardoor heeft dan wel Lorena gewonnen. En hebben ze nu al twee dagen op rij het gemis van Lorena gevoeld. En daardoor een andere winnares gekregen. Ja, komen ze er niet meer bij. We gaan terug naar Kim Langenslag. Want het verhaal van de dag is natuurlijk toch SD Works. De tijdschap voor Demi Vollering. En de implicaties die dat had voor Danny Stam. De ploegleider die uit de koers werd gegooid. Kim, dat kost een hoop aandacht, een hoop energie voor de ploeg. Hoe is het op dit moment?
Ja, je zegt het goed. Het kost inderdaad heel veel energie. Demi maakt ook wel een beetje indruk dat ze er niet zoveel meer over wil zeggen. Het was net wel een heel opvallend beeld bij de finish. Daar stond Danny Stam met zijn rugzakje om, die normaal de verzorgers om hebben. En daar haalde hij flesjes prik uit voor de renners. Ja, en dat was toch wel opvallend natuurlijk. Normaal zit hij in die ploegleiderswagen en nu staat hij daar als verzorger. En daar baalde Demi Vollering enorm van. Het kost energie, het is een hoop onrust rond die ploeg. Ja, en zij wil zich eigenlijk alleen maar concentreren natuurlijk op die dag van morgen. En dus wil ze er ook niet echt veel meer over kwijt. Ik weet niet meer zo goed hoe we deze dagen moeten reageren. Het is een rare tour voor ons zover en... Ja, we kunnen er heel lang over hebben, maar dat gaat niet helpen. Maar maakt het jou ook sterker? Dat je wil echt laten zien van... Sorry. Maakt het jou ook sterker? Nee, ik denk... zoiets wat door de jury zeg maar ons aangedaan wordt, dat maakt ons denk ik niet per se sterker. We zijn sowieso gewoon heel erg gefocust en gemotiveerd. Ja, dat soort dingen zijn gewoon niet zo leuk. Ja, morgen dan zullen we zien hoe Demi Vollering hieruit is gekomen en hoeveel energie het haar heeft gekost. En dan kunnen we genieten, hopelijk, van het gevecht tussen Van Vleuten en Vollering. Nou, dankjewel, Kim Langeslag. Straks komen we nog even bij je terug. Maar eerst natuurlijk even napraten over die gevolgen van vandaag. Sabrina Stultjes, wat denk je? Hoe pakt dat uit voor SD Works? Ja, ik hoop positief eigenlijk... omdat ze zich willen laten zien of omdat het te veel energie kost? Ik hoop wel echt voor ze dat het wel gewoon positief uitpakt. Ook die boetes van die 20 seconden voor Demi. Ik vind de UCI heel wisselvallig in het geven van boetes. Ik heb het zelf ook een keer meegemaakt, al een aantal jaren geleden. Ik kreeg een boete en andere renners niet, bijvoorbeeld. Maar je weet gewoon niet wat wel mag en wat niet mag. Maar gisteren was natuurlijk wel een heel gevaarlijke situatie. Maar ja, om dan gelijk Danny eruit te zetten, dat... Als renster weet je hoe die koers loopt. Nu heeft Demi een achterstand op Annemiek. Het zijn niet veel seconden, maar het is wel een achterstand. Annemiek zou in eerste instantie in de achtervolging moeten, min of meer, op de Aspen en de Tourmalet. Speelt dat een rol? Wie er kan afwachten en wie het initiatief moet grijpen? Ik denk wel dat Demi inderdaad aan moet gaan vallen. En morgen gaan sowieso wel echt grote verschillen gemaakt worden. Sowieso in het hooggebergte, dus ik ben heel benieuwd. Ja, we kunnen eens even gaan kijken hoe dat uitpakte gisteren. Want de shock bij Demi Vollering was groot toen ze inderdaad te horen kreeg van Demi, je hebt 20 seconden. En we konden meekijken bij de collega's van Sportza toen dat moment medegedeeld werd aan Demi Vollering. Je hebt 20 seconden aan de broek. Demi, ik zie hier net een bericht. Breaking news, je krijgt 20 seconden straftijd voor drafting achter de auto. Schrik je hiervan? Ja, die had ik... Oh, wauw. 20 seconden. Oké. Danny, ik heb 20 seconden straftijd. Voor achter de auto. Ja, dat is heel raar. Ja, de ontzetting dus inderdaad bij Vollering op het moment dat ze dat hoort. Quinty, dan kom ik bij jou. Want we weten, in de Vuelta voelde Demi zich ook een beetje onheus bejegend. Het feit dat Movistar doorreed na een plaspauze, vond ze niet eerlijk. Daar heeft ze veel energie, veel kracht uit gehaald. Reed toen de dag daarna eigenlijk iedereen aan flarden. Kan dat dit jaar weer? Ja, dit is wel een opstapeling van omstandigheden ondertussen. Het zijn wel heel veel factoren die SD Works nu een beetje eigenlijk in de weg liggen. En ik kan me voorstellen dat het op een gegeven moment mentaal toch wel een tol kost als het maar blijft opstapelen. En Demi is natuurlijk heel erg op haar ploeg gericht. Het is haar familie, daar moet aan niks aankomen. En als dan zo'n persoon zoals Danny wegvalt, ja, ik kan me niet voorstellen dat dat niks met haar doet. Dus ik denk dat dit wel echt nadelig is voor haar. Jos, hoe moet je nu in de ploeg de rust houden en de focus terugbrengen op die race? Nou, ik denk dat mentaal gezien dat Demi daar niet veel last van gaat hebben. Toch niet, hoor. Nee. Dus ik denk dat dat morgen gewoon een strijd wordt om tussen Demi en Annemiek. En ik denk eigenlijk zelfs dat Demi dat vrij gemakkelijk toch weer gaat winnen.
Ja, we zullen zien morgen hoe dat uitpakt. Hè. De laatste keer in ieder geval. En zeker ook in ik de koers. Ik denk dat we daar nuchter genoeg voor is, laat ik het zo zeggen. Ja, was dat heel duidelijk. Maar goed, de laatste ontmoeting natuurlijk dateert ook alweer van een paar maanden terug. Dus we zullen het zien. We gaan even naar Heerle, want daar is op dit moment de profronde. En daar wacht ook de man natuurlijk die in de Tour de France voor de mannen een geweldig mooie etappe won. Onze held Wout Poels is bij Maurice Jesse geweest. Hopen we tenminste, Maurice. Was hij er al, de man uit Blitterswijk? Ja, hij was hier op tijd. Ze hadden hem wel een beetje gejokt tegen hem. Ze hadden gezegd dat hij iets eerder hier moest zijn. Dan komt Wout wat later en dan is hij toch hier op tijd. Ik moet zeggen, hij zag nog best wel fris uit. Hè? Want ja, 3 weken ronde van Frankrijk, dat is toch wel heel vermoeiend. En dan nog die criteriums erachteraan. Vandaag hier in Heerlen is het al zijn 5e criterium deze week wat hij rijdt. Hij heeft natuurlijk een beetje een ander dagritme. Normaal moet hij vrij vroeg op in de rondes. Nu kan hij wel langer blijven slapen. En dan eigenlijk s'avonds gebeurt dat. En wat ook leuk voor hem is, hij kan, omdat criteriums in Nederland gereden worden, kan hij natuurlijk ook bij zijn moeder logeren. Vandaag hier in Heerlen. En ja, Wout heeft er wel zin in. Het is geen straf voor hem om hier te rijden. Ja, het is wel mooi al die mensen. Iedereen vindt het mooi. Dus ja, dat is wel leuk. Vind je het zelf ook mooi? Ja, ja, tuurlijk. Het is wel leuk dat je die waardering krijgt van iedereen en iedereen die zo mee heeft geleefd. Dus dat is wel heel mooi om mee te mogen maken. Besef je dan nog meer wat er gebeurd is in de Tour? Ja, een beetje wel. Je ziet wel dat hij heel erg leeft en vooral op die criteriums. En dat is wel leuk. Wat voor dingen hoor je dan van de mensen? Ja, gefeliciteerd. Ja. Wout heeft nog 6 criteriums opstaan hier in Nederland. Dan gaat hij heel even naar Monaco. En dan gaat hij op hoogtestage, want hij gaat zich klaarmaken voor de Vuelta die hij gaat rijden. Op het einde van augustus gaat het beginnen. En hij denkt, als hij die tourvorm weer opnieuw kan oppakken, dat hij dan zeker ook weer voor ritwins in de Vuelta kan gaan. Nou, gaan we ons op verheugen natuurlijk. Dankjewel Maurice Jesse vanuit Heerlen. Straks dus daar. De koers, altijd heel erg leuk. Maar eerst nog even naar Sabrina Stoeltjes. Hier aan tafel zijn we heel blij met Sabrina. Vooral omdat je zo'n Super Amstel Gold Race reed dit jaar. Heel lang vooruit, met Lucinda Brandt eigenlijk, daar kennen we je van. Uiteindelijk heeft dat niet geleid tot een nominatie voor de Tourploeg. Hè? Dat is jammer. Maar je kunt natuurlijk wel meekijken naar wat er nu gebeurt in de koers. Mm-hmm. Op zo'n dagen dat het echt spannend wordt. Dat het aankomt op zo'n, zo'n dag van de waarheid. Zo'n jour de vérité op de Tourmalet. Hoe gaat zo'n dag bij SD Works? Wat doen die vanavond nog? Ik denk eigenlijk zoals iedere avond. Gewoon samen eten. Daarna misschien een teambespreking voor de volgende dag. En proberen alles een beetje ontspannen te houden. En dan uitkijken naar morgen. Maar kun je het ontspannen houden op het moment dat er zoveel gebeurd is? Kun je dan vasthouden eigenlijk aan de routine van alle dagen? Ik denk dat dat wel het belangrijkste is om morgen wel echt die topprestatie te leveren. Om toch een beetje in dat ritme te blijven en niet te veel van alles eromheen daar te veel van op te pikken. Ja, Quinty en bij Annemiek van Vleuten zitten ze aan de champagne vanavond. Ja, Spanjaarden kenden misschien een klein glaasje. Maar ik denk dat vooral bij die ploeg best wel de ontspanning heerst. Want tot nu toe zitten ze niet in de hoek waar de klappen vallen. Tot vandaag. Dus ja, dat is gewoon super. En ik denk dat Annemiek ook nog wel haar ogen openhoudt. We hebben natuurlijk de duel tussen Demi en Annemiek. Maar we hebben eigenlijk de hele week hebben nog niet gepraat over Ashley Molman. En uiteindelijk denk ik dat Annemiek wel ook heel erg bezig is met Ashley. Want Ashley was iedere dag op de afspraak, heeft geen fouten gemaakt. En Ashley is ook gewoon een hele goede klimster. Waar Annemiek vaker heeft tegen moeten battelen. Dus ik denk dat we nog even een persoon extra erbij moeten rekenen. Maar totdat niks afdoet aan haar zelfvertrouwen. Ja, heeft je telefoon al gerinkeld voor Oua Libidon? Nee, ja, gisteren. Ja, we hadden hem vergeten. Nou, geen tijd meer. Ja, de teamgenootjes die kijken, dus we moeten wel even zorgen dat hij erin zit nu. Oké, kunnen we nu in ieder geval meer kijken. Ik ga eerst de oplossing geven voor de dag van morgen. Van gisteren moet ik zeggen. Dat was Bezel. Daar stond de bidon. En Richard Maassen is de winnaar. En die krijgt een heel mooi shirt. Kan die de hele route, eventueel de Tourmalet, zelfs een keertje mee op. Dit is het shirtje wat er komt door het winnen van Oua Libidon. En de nieuwe opgave, onder andere door de ploeggenoten van Quinty, die komt er hier aan. Waar staat hij? Oh, dat moet toch ook voor, denk ik, voor
jouw ploeggenoot Quinty te doen zijn. Oerli Bidon, voor de antwoorden verwijs ik u naar de sociale kanalen van L1. Dan gaan we naar die etappe van morgen, dus die dag van de waarheid met twee grote beklimmingen. Dit is Albi Blagnac, dat is de etappe van vandaag. Maar ik kan u vertellen dat we naar de Asper gaan en dat we ook naar de Tourmalet gaan. Eerst 12 kilometer klimmen en daarna 17 kilometer de lucht in op een Tour-icoon. Die Tourmalet, waar Jos van der Wortel ook een keer heeft gereden, Jos. Nou, niet één keer, maar verschillende keren. Ja. En van beide kanten. Maar met 110 kilometer de berg af. Ja, inderdaad. De afdaling die ze morgen ook gaan doen. Op dat lange rechte stuk had ik per ongeluk 110 kilometer per uur op mijn tellertje staan. Ja, gelukkig geen jury. Gelukkig geen jury achter je aan. En ook niet gekeken op dat tellertje achteraf, gelukkig. Maximale snelheid 110, maar... Ik vond het wel raar dat ik iedereen voorbij reed. Ja, we kunnen het even naar Kim Langerstaf voor die dag van morgen, Kim. Want vertel eens even, hoe leeft dat bij de dames? Hoe kijken die vooruit naar die dag waar we ons allemaal zo op verheugen? Nou ja, die kijken er net zo naar uit als wij, terwijl hier het tourparcours even wordt opgeruimd om mij heen. Maar vooral Norsgaard, die was natuurlijk ontzettend blij vandaag. En die zal morgen wel weer topfit moeten zijn. Want die moet morgen Annemiek van Vleuten natuurlijk naar de overwinning helpen. Dus erg lang kan ze niet feesten. Morgen moet ze gewoon weer echt aan de bak. Did you speak to Annemiek van Vleuten yet? Yeah, we just saw each other at the finish and she was looking at me like, are you crying? Are you crying? And I was like, yes, I am. And she was also super happy and all my teammates, they were crying. They are the best. I love them. Thank you. And they were really encouraging me today. And yeah, it's the best. Now, tomorrow is a big day for you. What are you going to do for Annemiek van Vleuten? Yeah, per usual, I'm going to work my butt off for her, and this is why I'm here, and today was my last chance to get a result, so tomorrow is another working day. Hoe erg ga jij Dennis dan missen? Ja, is natuurlijk gewoon heel erg jammer, maar ik hoop dat we nog morgen gewoon ons beste steentje of onze beste ploeg kunnen laten zien. Je kunt wel die knop omzetten morgen. Ja, moet wel. Kan niet anders. Ik kan moeilijk in mijn bed blijven liggen morgen. Ja, Demi Vollering. En het is, Quinty, ook wel een beetje de houding waarvan Tessa Wullard, de voetbalster, zei gisteren. Zo moet je er naar kijken. Eigenlijk alles vergeten en pakken zoals het is. Ja, we hadden het er gisteren met Tessa over. Tessa maakte wel een goede opmerking. Demi haalt nu haar energie uit het feit dat zij haar zorgen kwijt kan bij mensen die kort om haar heen staan, die naar haar luisteren, die het beste met haar voor hebben. En met die mensen moet ze het doen. En dat is haar ploeg en haar staf. En uiteindelijk, ja, Demi is niet voor niks deze grote sportvrouw. Dus uiteindelijk weet ik wel, dit kan ze aan, maar ja, heeft even wat meer energie nodig. Ja, wordt een geweldige dag morgen. Jos van der Mocht, nog even een laatste vraagje. Je stopt met Parkhotel Valkenburg. Zien we je nog terug op een ander niveau? Nou, dat hoop ik wel. Daar ben ik mee bezig. Maar, nou, je hebt Vollering ontdekt, Ruig heeft bij jou gereden. Zou toch super zonde zijn? Tom Dumoulin, niet te vergeten. Ja. En Lorena Wiebes, om er maar een paar te noemen. Femke Marcus, Brisa Medewold. Ik kan er niet zo verleden. Ook de Nederlands kampioen in tijdrijden nu. En vorig jaar Nederlands kampioen. Dus ja, het is niet te onderschatten. Het opleiden wat we gedaan hebben in het verleden. Ja, dus ze komt en dat hopen we in de toekomst ook te blijven doen, maar dan weer... Een niveau verder terug, waar nu het gat ligt, zullen we maar zeggen. Oké, dus je gaat niet verloren voor de wielersport. Heel fijn. Sabrina, hartstikke bedankt. Heel veel succes met de komende koersen. Wat komt eraan? Ploué, Tour de Romandie en waarschijnlijk Tour de Scandinavië ook nog erbij. En een aantal criteriums. Oké, super. Heel veel succes. Bedankt voor je komst, Quinty, ook hartstikke bedankt. Ik bedank u voor het kijken. Morgen zijn we natuurlijk weer met die geweldig mooie etappen. Dan met de bekende wielerjournalist Remo Kerkhoffs en Ida Smets, eindredacteur van Cycle World. En die doet al dit soort beklimmingen een beetje om mensen bekend te maken met het moois van de wielersport. Soirée. Gezondheid. 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 Gezondheid.